Kijk, dit soort dingen probeer ik dus ook altijd te maken, maar ik krijg het nooit af. Hey, hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Parkrijk. We zijn hier samen met Jesper, Isa en Shaw natuurlijk. Vandaag gaan wij reageren op eigenlijk parken die jullie hebben gemaakt thuis. Achter je pc, maakt dat wel niet uit, voilà. We gaan erop reageren en gewoon zien wat voor mooie parkjes jullie hebben gemaakt. Voilà, laten we beginnen. Het eerste park is gemaakt door Godzilla. En nog wat, wacht. Ze... Ja, en nog wat. Leuk gedaan. Ja. Wow. Oh. Wow. Dat is wel nice gedaan, man. Even een likeje geven. Ja, ja, zeker. Oh. Zeker, zeker. Dit like is gaaf. Dat is wel gaaf gedaan. Het is nou een lokkei. Oh. Ook een mooi zicht op de moneyform, ik zie. Ja, ja. Oké, oh, een dark ride, een coaster, een city en nog een coaster. Wat? Ja. Gaan we gewoon van links naar rechts, oké? Ja, is goed. Oké, we gaan naar de coaster. Ik heb geen idee of alles al af is, maar we zien het wel. Nee, dat maakt niet uit. Oké, het is nog wel een progress, zo te zien. Oké, daar gaan we. Oei. Oh. Zo. We zitten in een herfstbos. Oh. Oh, wow. Oh, lampje. Nee, mag niet lachen. Nee. Ik ging door de muur. Oh. hoofd eraf. Jammer. Ja. Ah, dat is wel leuk. Langs de rotsjes, door de rotsjes. Ik ging weer door de rots heen. Oh, waar? Ik ging door de rots heen. Dan zit je verkeerd. Ik ga echt een... Ah, oh, ik ging weer door de muur heen. Zit je wel in de trein? Ja, ik zit voorin. Nu weer door de muur. Auw. Je dino hoofd stak boven de... Maakt niet uit. Auw. Ja, dit is wel een lekker baantje. Ja, toch? Dat wel. De vaart. Alleen de teaming. Ook lekker lang. Maar, ja... Ja, dat leuk. Is, nog in de aanbouw. Zo. En daar zijn we dan. Oh. Ja, dat is leuk. Ding. Echt wel leuk. Echt wel nice. Ja, leuk ding. Heel leuk ding. We gaan naar de dark ride. Dark ride. Daarom hoop ik dat die af is. Oh, dit ziet er echt wel te ziek. Wauw, dit is gewoon Botanicum. Inspired. Ja, ik zou niet weten waarvan dit is geïnspireerd. Dit lijkt wel. Ja, ik denk van Fata Morgana. Ja. Nee, dit is echt ook gaaf. Oké. Okay. Wajo. Oké, ja. Ik denk dat dit van Carnival Festival is. Ja, ik vooral denk het door het plafond. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar dit is echt gaaf. Dit is echt heel gaaf. Ja, echt, echt wel symbolisch. Maar ook gewoon een hele eigen vorm. Dat is wel... Ja, het is... Je ziet de inspiratie, maar het is wel echt anders. Bro, zo van die cirkels of zo, het is echt ellendig werk. Droomvlucht! Droomvlucht! Laat hem maar gaan. Ah, oh nee. Oh, daar hebben we een mooie mannequin. Daar staat iemand. Daar staat de Godzilla. De enige echte. Met zijn Efteling. Ja, maar Efteling pakkie. Godzilla ziet er toch wel een beetje anders uit dan ik had gedacht. Ja. Normaal zou die er een beetje zoals jou moeten uitzien, Jesper. Ik ben de enige... Echte, wow. Ja, dit is echt heel gaaf. Wow. Kijk, dit soort dingen probeer ik dus ook altijd te maken, maar ik krijg het nooit af. Ja, man, het was zoiets. Ja, dat weet ik echt. Dan zou ik echt niet aan kunnen beginnen. Zowel terrain. Ja, nee. Superleuk wel. Oh, dan gaan we omhoog. Ik ben benieuwd. Ah, ja, nee, hier is het nog niet af, maar... Ja, maar kom. Misschien zijn er nog wel wat stukken waar... Ja. Dit is dan die buitenkant van die observatorium scène, denk ik. Ja. Nee, die observatorium zit rechts. Ja. Ja, dat bedoel ik. Ja. Bloemetjes. Moet hier nog maken. Droomvlucht. Nee. Carnival Festival. Nee, ik denk dat die vliegende Hollander is, jongens. Sowieso. Ja, sowieso. Of Nest. Ja. Ja. Zo. Nou. Super. Waar is de kindermuziek? Ja, muziek is uit Team Park Tycoon. Ah, ja. Het is super sneu dat de muziek uit Roblox nu weg is. Ja, het is wel logisch. Ik snap je hebt daar heerlijk gedoe met die copyright schendingen. Maar dit is echt gaaf, dat je zo'n hele grote scène hebt en daar ga je dan een paar keer doorheen. Ja. Het moet echt heel veel tijd gekost hebben.
ja, ik ben benieuwd of dat hij er nog zo, ik weet niet, ofwel mannequins ofwel zo images van karakters of elfjes of zo. Ja, ja, ja. Zou echt leuk zijn. Subscribe. Wauw. Ik zie al een hele grote. Allemaal subscriben op. Ja, subscribe op Parkrijk. Ja. Parkrijk. Inderdaad. Dat is goed. Oh. Oh. Ja. Nou, leuk. Ja. Dit is zo creatief. Ja, weet je wat? Weet je wat ik nice vind aan zo'n bult? Dus gewoon mensen die me echt zo de welk object zo gewoon gebruiken om een sneu detail gewoon zo bij te doen. Dat is super graag. Ja. Oh. Zo. Oh, brug. Brug. Ja, heel gaaf. We gaan naar de volgende achtbaan. Ja. Nog niet af, maar wel een wachtrij, jongens. Die moeten we wel even bekijken. Oh, ja. Want die ziet er ziek uit. Oh, wij zitten er al in. We zitten er al in. Nee, even terugkomen. Oh, okay. Dat is niet eerlijk. Oh, ik val. Ga hier naar beneden. Het is echt gaaf. Oh, jullie zitten daar. Deze gast kan wel wat, hè? Oh, maar dit is gaaf. Het is ook gewoon de precieze breedte voor een poppetje. Natuurlijk. Ja, zelfs dino's passen erin. Zo, beetje. Hoppa. Let's see. Nou. Dat zit er heel hoog uit. Ik snap nog steeds niet hoe mensen dat ding stil laten staan. Is mij nooit gelukt. Hoezo niet? Ja, ik weet het niet. Het zijn gewoon holding brakes. Ja. Oh, op die fiets. Ja. Nee, in de auto. Nee. En die gaat... Dat is het. Ja. Oh. Wel mooi. Ja, nee. Vooral het einde. Dit was dus het park van 6 Godzilla 66. We zijn bij het volgende park aangekomen. Dat park is van SamX10X. Yes, oké, okay, let's go. We kunnen niet naar binnen. Ah! Oh, maar ja, wij gaan gewoon parcouren. We gaan gewoon inbreken. We gaan gewoon parcouren. We gaan inbreken. Je kan even... Oké. Okay. Ja. Hier zijn we op een mooie entreeplaza en daar is vrij weinig gebouwd. Nog een beetje leeg. Maar wel, oh, de, waarom is deze... De concentratietoren. Hij moet hoger. Nou, wow. Wel leuk. Oké, dan hebben we hier een store die nog compleet in aanbouw is. Ja, wel mooi. Echt mooi wel. Ja, hier kunnen we nog niet naar binnen, maar eigenlijk wel, want je kan zo lopen. Dit godswerk is wel gaaf. Dat vind ik God. Wel nice, nice. En dan komen we hier in het... Jurassic Park thema, denk ik. Ja, ja, zeker. En dan komen we hier bij hekjes, paaltjes. En met custom supports. Ja, ja, dat is nice. Een leuk shopje met een popcornman, toiletje. En hamburgers. Heerlijk. Hamburger. En hier zo kunnen we naar boven. Ik vraag me af wat hier is. Melding. Oh, aha. Mensen nat maken. Oh. Ja, dat is een pluspuntje. Piranha vibes. Zo, so, let's go guys. Oké, dan gaan we in de blauwe achtbaan. Blauwe achtbaan. Is het niet achtbaan? Eigenlijk zit ik weer lonely, hè. Ja. Moet ik naast jou zitten? Ik ga even naast jou zitten dan. So, okay. Is het niet appelblauw zeegroene baan? Appelblauw. Is het geen appelblauw zeegroene baan? Gewoon appelblauw. Appelblauw. Gewoon appelblauw, oké. Okay. Appelrood. Nee. Wel, hey. Wel leuk uitzichtje vanaf hier. Zeker, zeker, zeker. Ja. Maar die oh, dino. Ik zie al een dino in de verte. Oh. Raar, een dino. Raar. Jij voelt zich waarschijnlijk heel erg thuis hier. Ik voel me thuis als een meer. Ja, dit is jouw territorium. Exact. Hier heb ik gekakt. die sport. Ja. De versnelling komt erin. De custom trap. We gingen een beetje door een boom. Maar, chaval. Maakt niet uit. Bomen. De vrachtwagen zit niet op nek, hè. Yes. Dag, Frank. Doei. Ik ga gewoon meelopen. Hey, Sean. Ik ga voor jullie lopen. Hi. Hallo. Er is nog een plek in de boom. Ah, we worden nat. Zo, ik ben er. Jongen, wat is dit voor waterfestijn? Dit is toch gewoon om te janken? Oh.
Ja, maar dit is ook gewoon heel veel water. Oh, Sam gaat overal, ons inhalen. Overal in de wereld is er watertekort en dan gaat hij dit bouwen. Wow. Ja. Oh, nee. Overal in de wereld. Oh, nee. Ja, jongens. Zomerse dagen, dat mag wel. Ja, tuurlijk. Het is lente. Ja, dus maar ik hoef ook niet helemaal door week te zijn. Hè? Jawel, dat mag. Nee. Echt wel. Ja, het eind van de dag, niet aan het begin van de dag. Nog meer water. Oh, nog meer. Nou... Dan zie je wel niet vaak een rabbit met een tweede lift. Dat zie je heel vaak. Nou, tweede liftteel niet nemen. En het bootje blijft doorspinnen. De realiteit. Ja. Oh. Dat had ik nog niet eens gezien, wauw. Ja. Maar dat is gewoon de realisme van het spel. We krijgen een drop. Wow. Ja, je wordt echt zeiknat hoor. Zo. Wow. Ja, hallo. Het bootje hong even. Helemaal trillen. Ik geloof, denk ik, als je de drop snel genoeg doet, dat hij toch... Uit het ding moet vallen. Ja, je kan hem heel snel maken. Maar dan, soms dan kantelt hij ook echt gewoon 90 graden, zeg maar. Maar hij vliegt er niet uit, volgens mij. Nog meer water. Wee! Zo, hallo, we gaan snel. Ja, zo. Jongens, is het jullie al opgevallen dat het water blauw is? Wow! Oh mijn god. Wow! Dat is het dino-feitje van de dag. My. Ik dacht dat het prijs was. Wow. Het hoogtepunt van de hele video. Hier hebben jullie alle kijkers op gewacht. Ja, water is blauw, confirmed. Ah, volgens mij zijn we nu terug bij het station. Bijna. Bijna toch? Zeker. Nog. We stappen gewoon uit, want dat kan. Ja. Ja, ik heb geen zin in een optakeling. In de boeing blijven, alsjeblieft. Doei. Jongens, ik wil... Niet recht staan in de gondel. Ja. Oh. Wow. Oh. Oh. Oh, coming soon, X-Raptor. Mogen wij de preview hebben? Oh ja. Oh, of inderdaad, oh, ja. Enkel. Dan kan die het weghalen. Secondus. Oké. Okay. Oh. Wow, dit is leuk. Nee, dit herken ik. Die had ik vanochtend ook. Ja, dit is jouw ei. Heeft hij gewoon gestolen? Hij heeft hij gewoon gestolen, ja. En dit is mijn broertje. Ik ga hem bevrijden door op de knop te klikken. Ja. Oh. Hoe weet je ik klik op de knop en nu is het licht uit. Ja. Oh. Nu komt hij achter ons aan. Volgens mij is het pre-show. Of zo. Ja. Of je hebt het kapot gemaakt. Die zegt... Zo. Ja, de muziek werkt toch niet. Dus ja. Je zit hier bijna in het plafond met de trein. Helemaal front row. Oh. Yes. Oh. Ik zie niks. Nee. Oh. No. Wauw. Ja. Het is wel compact, dat is wel één ding. Het is wel echt heel compact. En die custom wieletjes. Oh, gaat die open? Gaat die open? Ik denk het. Gaat die open? Gaat die open? Gaat open? Ik weet het niet. Ik betwijfel het. Ik voorspel het. Nee! Wow. Oh, ik zag wel een dinosaurus daarboven staan. Dat is je mama. Oh ja. Je mama. Mama! Mama! Wauw. Hé, hey, ja, dit gaat zo... Heel leuk. Nog meer water. Ja, water? Wil je me vergiftig of zo? Ja. Wow. Soef. Oh, dat was een knikje. Oh. Dat was een klein knikje. Oh, dat was een goede view. Water. Ja, het effect was wel leuk. Ja, nee, dit is mooi. Oh, die gaat snel. Word je misselijk, Isa. Heel snel. We worden wel door het staal geduwd van de G-krachten. Maar... Ja, denk ik ook. Ja, maar ik word misselijk. Dat maakt niet uit. Word je echt misselijk, Isa? Ja. Oh, Isa wordt misselijk van de baan. Door alleen al te kijken. Ja. Gaat deze wel open? Alsjeblieft. Nee. Dit is wel de... Wel harder remmen. Yo, maar dit is wel echt een leuke baan. Ja, en ook dat je hier zo door het glas kan kijken. Zo. Ja, dat is mooi. Ja. Oh. Frank, jij wel toch altijd een dino-hoed? Ja! 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 Oh, ik zit... Oh. Ja, doei. Oh, ik zie vuurwerk, jongens. En een vulkaan. Daar staan allemaal attracties in de hek hier. Hé, hey, daar ben jij! Daar ben jij! My family! Woehoe. Dit is je broer! Hallo! Hij heeft een ander hoofd. Oh. Waarom staat Falcon overal? Ah, ik weet niet. Ik weet het ook niet.
Oh, hoofd. Oh, juist, je gaat met je hoofd door het dakje heen. Dat kan me niet schelen. Langzame optakeling. Ik ben benieuwd. Het is een familieachtbaan. Ja, wat is dat ding hiervoor eigenlijk? Ik heb geen idee. Een mooi gebouwtje. Volgens mij zit er een drop tower in. Dat ja. Zou wel eens... Ja, ja, er zit een drop tower in. En er was net ook ergens anders een drop tower. Ja, nee, dat was die uitkijktoren, toch? Ja, maar ook een drop tower. Ah, oké. Okay. Oh, we gaan door het station. Leuk, leuk. Nou, heel ik zou hier wel echt niet geremd hebben. Ik zou daar wel echt niet geremd hebben. Ja, snelheid. Nog meer water! Oh my god. Water! Dit is ja, gewoon marteling. Al... Oh. Oh, oh god. En nu? Oh. Nou, dit zijn stijle optakelingen, hè? Oh jee. Maar, oh. Zo'n ronde optakeling, dat bestaat in het echt, maar ik weet, ik ben niet zo fan. Ja, maar dan met... Ja. Ik ben niet zo heel grote fan van dit soort. Maar volgens mij hoort hij dan ook meer naar binnen gebankt te zijn, in plaats van zo naar buiten. Ja, inderdaad. Nou, dat kan je niet doen in het spel. Ik wil naar de vulkaan. Ja, ik ook. Ik wil ook naar de vulkaan. Een lochvloem. Wat een leuk stationnetje. Kijk, vulkaan. Oh, maar dit is wel mooi. Wel een klein stationnetje. Ja, maar een station voor een heel groot rijk. Gaat hij op? Hij gaat, zeg maar... Ik ga niet. Ik zit gewoon weer in de frontview. Ja, maar okay. Dat is wel makkelijk. Weer water! Ah! Daar staat hij! Hé, weer dat wow. Hé, daar ben je weer inderdaad. Nee, dat is mijn familie. Ze zitten opgesloten in het park. Broer. Oh, god. Straks zit ik hier nog vast. Oh. Wie heeft jouw familie gedaan? Oh, dat is niet veiligheid, die bal. Wow, een bal. Een ei. Oh. Ja, die heb ik vanmorgen gelegd. Au. Vuur. Wauw. En rook, zo. Ik denk dat ik daar nog mee bezig was. Een neergestort vliegtuig of zo. Nee, een vulkaan. Oh. En een neergestort vliegtuig. En dit was de Dino Logvloem. Dit was de Dino Logvloem. Ja. Ja. Met uitzicht op het reuzenrad. Ja. We naderen nu het station. Dat is geen reuzenrad. Dat is jij reuzenrad? Letterlijk voor je. Dat is geen reuzenrad. Dat is een reuzenrad. We gaan niet naar het station. We gaan inderdaad niet naar het station. En het was wel een reuzenrad. Oh. Het was toch een reuzenrad, of ben ik nou gek? Dat reuzenrad. Ik dacht dat je die sledgehammer bedoelde. Nee, ik ben niet gek. Nee. Noem jij gek? Zegt een gast met een dino-pak. Nou. Het water is weer tijdelijk weg, omdat we nu hoog in de vulkaan zitten, dus daar verdampt het. Ja, snap je? Dat is logisch. En nu komen we bij Rook, ja. Het is donker. Gaat er iets gebeuren? Ik ben bang. Boom! Oh. Ja, maar ik zie ook niks. Oh, ik zie wel iets. Ja. Oh ja. Oh. Ja, dit is gaaf. Oh, nog meer water! Water! Ik denk dat ik het cool had gevonden als je daarboven nog... Nu zie je wel reuzenrad, hè? Ja. Als je net boven de lava zou hangen. Ja, ik vind het zo jammer dat je zo niet echt veel vulkaaninhoud ziet. Maar voor de rest vind ik echt wel nice. Ja. Want... Een kilo kaas. Ja. Een kilo kaas. Oké. Okay. In de Lidl gekocht. Bij de Lidl. Ja. Zullen we eens kijken of we in die drop tower kunnen gaan? Yes. Even klimmen. Die zo even aan wat zegt, die allemaal aan het doen. Oh ja. Ja! Nou, leuk. Mooi. Oh, heel mooi. Ik zie letterlijk niks. Ik denk dat hij hem gaat animeren of zo. Kijk, ja, hij heeft hem gaan een custom... Het wordt een soort Tower of Terror-achtige ding. Oh, elk level stopt hij echt. Ah, ja, echt leuk. Eigenlijk moet je hem dan ook laten ronddraaien. Dan moet je die roto erop hebben. Oh ja. Maar die kan je niet laten stilstaan volgens mij. Dat ben je niet zeker. Ja, dat kan wel. Oh ja, weet ik veel. Ja, ik heb ik weet het ook niet hoor, maar... Ik heb nog niks meer geprobeerd. Nu draaien.
Wauw. Wow. Wee. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Oh. Okay. Zien we weer een scène? Oh, dit gaan we nog een keer omhoog? Ja. Doet hij het twee keer als je twee. Nee. Oh. 3, 2, 1. Waaah. Een anticlimax. Oh! Laten we okay. die er ook in? Ja. Waaah. Oké, okay, dit was onze eerste video van het Parkrijk. Hopelijk hebben jullie genoten. En laat ook even in de reacties achter wat jullie van de parken vonden. Joejoe!